CDA-leider Sibrand Buma bracht maandag een bezoek aan de achterhoek. Dit deed hij ter gelegenheid van de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Buma kwam niet alleen, ook de gelderse CDA-vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, Jacco Geurts, kwam mee. Buma begon zijn rondgang bij een benzinepomp in Zerenberg. Bij het tankstation kreeg Buma informatie over de gevolgen van de accijnsverhoging op brandstof in de grensstreek. Vervolgens ging hij naar Doetinchem, waar hij een kijkje nam bij de bouw van de topsporthal. Zijn bezoek in de achterhoek eindigt in heelweg bij de Radstaken, waar de feitelijke campagne van start ging. Hey! Henk Aaldrink start op 1 januari weer als burgemeester van de gemeente Bronkhorst. Hij was enkele maanden afwezig wegens ziekteverlof. De gemeente laat weten dat zijn ziekte nu een stabiel beeld heeft. De behandelingen blijven wel doorlopen. Na overleg met de commissaris van de Koningin heeft hij besloten zijn werkzaamheden weer op te pakken. De gemeente Bronckhorst bedankt in een persbericht waarnemend burgemeester Fred de Graaf die de taken van Aalderink tot 1 januari waarneemt. Tien brandweerkorpsen gaan samen in 2014 over in Brandweer Gelderland-Midden. Ook de intergemeentelijke brandweer Zevenaar-Rijnwaarden gaat deel uitmaken van deze nieuwe organisatie. Samenwerken onder één paraplu maakt het mogelijk om de slagkracht te vergroten en overkoepelende zaken slimmer te organiseren. Alle werkzaamheden blijft de brandweer uitvoeren vanuit de lokale kazernes. Stichting Exploitatie Mekenes uit Lichtenvoorde heeft zaterdag de landelijke meer dan handen vrijwilligersprijs gewonnen in de categorie Landelijke en Regionale Vrijwilligersorganisatie. Deze landelijke prijs is in het leven geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vrijwilligerswerk te stimuleren. De prijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro. Volgens de jury is het zwembad een organisatie waarin goed samen wordt gewerkt tussen professionals en vrijwilligers. Transportbedrijf Koninklijke Rotra in Doesburg start met de aanleg van een loskade. Als gevolg van de komst van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam en de toenemende binnenvaartsoverslag... ...hoopt Rotra de regio als logistiek knooppunt te versterken. De laten en loswal wordt gerealiseerd tussen de rondweg en de oever aan de noordzijde van Rotra's bedrijfsperceel... Meerdere bedrijven hebben toegezegd van deze voorziening gebruik te willen maken. De geïnteresseerde bedrijven kunnen van de volledige kade gebruik maken. Het ooievaarsbuitenstation, het zand in Gorsel, is dicht. Het station werd 30 jaar geleden opgericht om de ooievaarspopulatie weer op peil te brengen. Momenteel zijn er weer 700 paren die broeien in Nederland. Dus is het ooievaarsbuitenstation niet meer nodig. De ooievaars die doorgaans in Gorsel broeden. Overwinteren momenteel in Spanje om in de lente weer terug te keren naar Nederland.